Niet alleen met de spoorwegen, maar met alles wat rijden kan, zijn de duizenden weer naar het stadion Feyenoord gekomen voor een sportgebeurtenis die nu al meer dan 60 jaar de liefhebbers in Nederland en België gelijkelijk boeit. En ditmaal geldt het een zeer bijzondere ontmoeting. Dames en heren, voor de 100ste wedstrijd Nederland-België. Onder de 65.000 bevinden zich als speciale genodigden onder meer Aart Schenk en Anton Huiskes. Wanneer de twee elftallen zich opstellen tegenover de eretribune, waarop met de Belgische ambassadeur de minister van Cultuur en Recreatie, meester Vrolijk, heeft plaatsgenomen. Het is voor voetbal ideaal weer. Droog en geen zon. Maar voor Oranje lijkt de wedstrijd helemaal niet zo ideaal te beginnen. Want de in zwarte broek spelende Belgen maken het onze verdediging in de eerste minuten met vele en snelle aanvallen allesbehalve gemakkelijk. Maar ze weten met hun schoten het Nederlandse doel niet te treffen. En midden in deze periode van Belgisch overwicht komt dan plotseling via een verrassende uitval juist een doelpunt aan de andere kant. Van der Kuilen geeft Oranje de leiding. Dat is lang niet gebeurd in een wedstrijd tegen de Belgen. En het publiek gaat er dan ook echt voor zitten. Gestimuleerd door het succes blijft Oranje in de aanval. Via de linkervleugel Keizer Moulijn wordt de Belgische defensie meermalen onder druk gezet. En aanvoerder Jurjon dirigeert tal van zijn spelers naar achteren om de verdediging bij te staan. Soms kan de afweer alleen geschieden ten koste van een vrije schop. En dat komt de Belgen in de 29e minuut op een tweede doelpunt te staan. Keizer knalt hoog over het muurtje in het net. Ook na de rust moet scheidsrechter Finney soms fluiten voor een overtreding van de Rode Duivels, zoals hier tegen Keizer. Uit de vrije schop ontstaat het derde doelpunt. Keizer plaatst de bal naar Benny Muller, die een verdediger omspeelt en de Belgische keeper met een hard schot passeert. Grote vreugde in het Nederlandse kamp, verdriet aan Belgische zijde. Maar de Rode Duivels geven het niet op. Met mooie combinaties blijven ze hun technische vaardigheid demonstreren. Maar verrassingen blijven uit, tot 13 minuten voor het einde. Dan weet Spronk met een kopbal de achterstand tot 3-1 te verkleinen. Maar daar blijft het bij. En daarmee heeft Oranje in deze jubileumwedstrijd voor het eerst sedert 5 jaar op de Belgen weer een overwinning behaald.